eigenlijk twee. Eigenlijk alle boeken van Edgar Hilsenraad. Dat is mijn, ik denk op dit moment wel mijn absolute favoriete schrijver. Een hele mooie binnenkomer is De Natie en de Kapper. Een fantastisch verhaal over een natie die na de oorlog de identiteit van vermoorde Joodse oude schoolvriend aanneemt. Een hilarisch boek wat hele zwarte zaken beschrijft. Je kunt niet geloven dat je zo hardop lacht over de verschrikkingen die eigenlijk beschreven worden. En ik vind het echt een geniale verteller, Edgar Hilsenraad. Zijn allermooiste boek is Nacht. Dat is een boek dat ik in delen heb moeten lezen, omdat dat is echt een zwart boek. Daar zit geen humor in. Dat gaat over een, niet een kamp, maar een ghetto in Oekraïne. Hoe de mensen daar langzaam van gewone gecultiveerde mensen veranderen in beesten. Dat is een moeilijk boek, maar een van de mooiste boeken die ik ooit gelezen heb.